Oud-premier Jules Zetney is donderdagavond op 97-jarige leeftijd ingeslapen. Suriname verliest daarmee een markante persoonlijkheid. Zetney promoveerde in 1955 aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de economische wetenschappen. Hij was achtereenvolgend lid der Staten van Suriname, minister van Financiën, minister-president en president van de Centrale Bank van Suriname. Een groot deel van de jaren 80 heeft hij in vrijwillige ballingschap in Nederland doorgebracht. Na zijn terugkeer in Suriname in 1989 heeft hij opnieuw publieke functies bekleed. Zetney is schrijver van het boek De Toekomst van ons Verleden. Hij kreeg een staande ovatie bij de presentatie van de derde editie in september 2017 in De Mantel. Zetney kreeg veel lof voor het boek dat van enorme historische waarde is. In de loop der jaren heeft hij grondig onderzoek gedaan om dit bijzondere werk, dat inmiddels het historische standaardwerk op dit gebied genoemd mag worden, samen te stellen en gedurende 20 jaar actueel gehouden.